Als de er zon erbij is, weinig wind, voelt het warmer aan en dat was hier in Huilingen niet anders vandaag. Welkom ik met de waarschuwing voor het verkeer de laagste aan de zon, want die tijd hebben we nu natuurlijk ook weer. Ja, en als ik kijk naar het weer voor de komende dagen, nog altijd eerst hoge temperaturen. Allereerst naar vanavond en vannacht. Flink opklaringen, later komt er wat meer bewolking en ik heb landinwaarts een temperatuur staan tussen de 3 en de 5 graden in de kustgebieden 6 of 7 graden. De wind is matig of zwak en die komt uit zuidelijke richtingen. Na morgen dan. Zon, bewolking en een temperatuur tussen de 9 en de 11 graden. De wind die zal matig zijn tot vrij krachtig in de kustgebieden en komt uit zuidelijke richtingen. Gaan we naar de avond en nacht, ook weer wat bewolking, ook wel opklaringen en droog weer. Op naar het weer van woensdag. Droog, de zon erbij, later meer bewolking en de temperaturen opnieuw 9 tot 11 graden. De wind nog altijd uit het zuiden en die is zwak of matig, rustig weer. We gaan op naar de nacht, van woensdag op donderdag een buitje. Donderdag ook een paar buien of buitjes. De zon erbij en een temperatuur rond 10 graden. Op vrijdag droog met 9 graden. En we zien zaterdag staan met zo'n 6 of 7 graden. En ook dan is het nog droog. Zondag kans op buien. Ja, en als de temperatuur in de nacht richting de 2 of 3 graden gaat, heb je kans op wat voorstaande grondland inwaarts. Maar dan moet het wel lang opklaren. Wat mij betreft, ontmoet. Tot morgen.